zijn nieuwe, hè? Ja. Ik heb toch niet de orde. Zo, België, wij zijn de dag van de bike check-in en er is weer een gezellige drukte aan het belgiantriathlon.be house. Met bezoek van Eline, het Instagram triathlon fenomeen, die bij Tom van de Keren nog even de bike laat afstellen. Ondertussen Stefan de Vlieger, a.k.a. Stefan de Flyer, die is er ook helemaal klaar voor. Kijk, de Orbea die staat daar te blinken. En onze Sebastian Verhaertsebbe, die nog een keer alles checkt, dat ziet er goed uit. Ik ga eerst eens bij de heren beginnen, want Eline, jij stelde je wat vragen over die clinchers van 8. Is dat een goed idee voor Howie? Heb je een beetje schrik, ja, Eline? Ik heb een beetje schrik. Ik ben niet zo geweldig technisch op de fiets. Dus op de testrit was ik al een beetje aan het waaien op en af. Dus ja, ik weet niet zo goed of het een goed idee is. Maar ik heb geen andere willen, dus ik heb toch geen keuze. Het zal toch met de D's moeten gaan. We gaan eens vliegen. Vliegen, voilà. Sebbe die zegt, wat denk jij Sebbe? Die clinches van 8, mag geen probleem zijn. Jij hebt hier al ervaring. Ik heb daar vorige keer ook mijn 90 van het gereden van achter. En ik heb daar geen problemen mee. En mijn benen zijn belangen nou niet zo ontwikkeld als die van Alim. Dus geen bang. En dan hier bij een kenner. Die heeft ook clinches van, denk ik, 8 steken achteraan, ja. Stefan. Ja, klopt. Ik zou eigenlijk iedereen zelfs aanraden om een wat hoger achterwiel te stoppen, ook al ben je misschien wat dichter van geweest en heb je daar schrik van. Het is vooral vooraan die van belang is, denk ik. En die kan ook hoog zijn, maar je moet vooral letten op het parcours van waar de wind komt. Dus je moet zien, als je een heuveltje rechts van je hebt, dan ben je gevoeliger om een windstoot te krijgen. Dus dat is heel belangrijk, dat je ziet ook dat je rechts van waar de wind komt goed kijkt, van waar komt die, dat je dan echt goed je beugel vooraan vasthoudt. Maar ik had ook geopteerd om een hoger voorwiel te steken, maar ja, je moet absoluut geen schrik hebben hier. De wind valt ook behoorlijk mee, denk ik, dit jaar. Dus komt goed, geen stress. Voilà, Eline, een beetje gerustgesteld door de mannen. Gelukkig. Even over jouw wedstrijd, wat verwacht jij ervan, eerste keer hier? Ik hoop eigenlijk gewoon vooral met een goed gevoel te kunnen finishen en plezier te hebben aan de wedstrijd. Ik heb geen tijd of plaats in mijn hoofd. Deze keer is het vooral echt genieten. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Ja. Natuurlijk, bij jou ligt de druk toch wel een beetje hoger. Er zijn 60.000 volgers die meekijken. Ja, ik zeg, voor mij is het vooral een eerste plaats. Ik wil sowieso uiteraard finishen. En natuurlijk ga ik mijn best doen en ik wil het maximum uithalen, dus een best mogelijke tijd voor mij finishen hier. Wat dat gaat zijn, ik heb geen idee, want ik heb echt geen idee wat ik moet verwachten tijdens het parcours. Dus ik ben wel benieuwd hoe alles gaat verlopen, maar ik heb er wel zin in. Je hebt je gekwalificeerd in Maastricht. Was het een verrassing toen je in aanmerking kwam voor een ticket voor Hawaii? Ik had er uiteraard wel op gehoopt, maar mijn seizoen is een beetje een pechseizoen geweest. Ik heb de bof gekregen in mei, waardoor ik eigenlijk een hele diepe val in mijn conditie heb gekregen. Dus ik had daarna niet meer echt verwacht dat het nog zou goed komen. Ik ben in Frankfurt gestart, maar daar ben ik na het fietsen gestopt omdat het totaal niet ging. En dat was Maastricht een beetje de laatste optie. Waar ik eigenlijk gewoon gehoopt had op een goede wedstrijd, nog een goede marathon te kunnen lopen. En dan, verrassend genoeg, heb ik me daar wel nog gekwalificeerd. Dus dat was wel een leuke verrassing. En hier ben je dan. Hoe zijn je ervaringen, je ondervindingen ondertussen hier? Ik vind het een geweldig eiland. Supermooie natuur. Ik hou van warm weer, dus dat is natuurlijk geweldig hier. De sfeer is ook geweldig. Nog veel veel specialer dan op een andere Ironman, dus tot nu toe vind ik alles fantastisch. Ik hoop dat dat morgen nog altijd gaat zijn na de wedstrijd. Wij hopen dat met jou heel veel succes, Eline Jansen, morgen voor de eerste keer in het WK Ironman. Het materiaal dat wordt hier perfect klaargemaakt, dus het ziet er goed uit voor morgen. Komt allemaal in orde.